Mijn dame! Dit is een primeur voor jullie Feyenoord fans. Ik heb geweldig nieuws voor jullie op dit speciale moment. Dit geweldige nieuws is zojuist naar buiten gekomen om met jullie te delen op dit zeer speciale moment. Het zal ongetwijfeld alle rubro-negros harten sneller doen kloppen. Dit hadden jullie niet verwacht en geloof me, het is hot nieuws dat onze favoriete club Feyenoord op zijn grondvesten zal doen schudden. Onze harten gaan tekeer bij deze spannende onthulling die staat te gebeuren. Deze beweging achter de schermen heeft iedereen verrast, maar vergeet eerst niet om het kanaal te liken. En te abonneren als je dat nog niet bent. Het laatste nieuws van onze geliefde club onthult dat we ons voorbereiden op weer een spannend wintertrainingskamp in Marbella. Het is een plek die als een tweede thuis is geworden voor ons team en het team van coach Arne Slot kijkt er naar uit om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten en het aangename klimaat van deze bestemming. We weten al dat het Marbella Football Center de perfecte plek is voor onze spelers om zich optimaal voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. In voorgaande jaren hebben we steeds weer voor Marbella gekozen en terecht, want de faciliteiten zijn eerste klas en het klimaat maakt de training nog effectiever. Tijdens het trainingskamp krijgen we de kans om Feyenoord in actie te zien, want er staat minstens één oefenwedstrijd op het programma. Hoewel de tegenstander nog een mysterie is, kunnen we spanning en vastberadenheid verwachten op het veld, met de wedstrijd gepland voor zaterdag 6 januari. Deze wedstrijd biedt onze spelers de kans om weer in het ritme te komen en hun vorm aan te scherpen voor wat een spannende tweede seizoenshelft beloofd te worden. En daar stopt het niet. Slechts een week na na de training in Marbella hebben we een officiële wedstrijd op onze prachtige thuisbasis, het Stadion Feyenoord. Op 14 januari, om 16.45 uur, staan we tegenover NEC Nijmegen in de Eredivisie. Het zal voor ons een kans zijn om als fans samen te komen en ons team met passie en trots te steunen in hun zoektocht naar glorie in de competitie. We zijn klaar voor een nieuwe spannende reis met Feyenoord en we zullen ze bij elke stap op hun weg steunen. Laten we samen voor de overwinning gaan.